Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is maandagochtend, we gaan zo naar school. Ik heb dit aan, dat jasje van Goosecraft met franjes. Top van Selected Femme, spijkerbroek van Dr. Denim. En mijn Calexis Pumps. En ik heb deze nieuwe jas aan. Zij heeft een nieuwe jas aan. En mijn nieuwe vlinder, deze rok. En mijn nieuwe schoenen. En een gekke diadeem. Ja, en een ene diadeem. En we zijn op tijd, maar ik moet nu wel de deur uit. Ik ga daarna ook even boodschappen doen. En dat komt allemaal zo. Ik ga nu opschieten. Even opschieten. Zorg dat ik op tijd blijf. En ik heb stokbroodjes. Tomaatjes. Uien. Heel veel. En gebruik er best wel veel. Yoghurt, slagroom, pindakaas en vetten. En dan heb ik hier in deze tas bananen, spinazie, kofta, dat is wel zo gek, fruitmelk, broccoli, gewone melk en kokroom. Ondertussen druk in huis bezig. Ik heb net alle was weg, dus... Even allemaal in de kast inruimen. Dit werkt niet. Dus ik ga hem gewoon neerzetten. Zo, net terug van de overblijf. Nu onderweg, ik moet even naar een paar winkels. Komen een hoop verjaardagen aan. Morgenavond hebben we naar school. Middagavond hebben we een verjaardag. Sarah heeft de dag erna een kinderfeestje. Zaterdag hebben we een kinderverjaardag. En dan volgende week woensdag heeft Sarah ook weer een kinderfeestje. Dus ik ga wel wat cadeautjes in één keer halen. Wel zo makkelijk. Weer lekker thuis. Hele tas vol cadeautjes gehaald. Die mag Sarah dadelijk inpakken, want die vindt dat leuk. Ik heb net even tegengezet. Ik moet echt zo alweer de deur uit. Echt zwaar vervelend trouwens. Ik krijg net een app. En ik lees dit bericht. Ik was zo blij met het warme weer. En hierin staat gewoon dat het van de week, van het weekend, gewoon weer kan gaan sneeuwen. Het is nu 20 graden en van het weekend gaat dat gewoon weer naar het vriespunt toe. Serieus echt niet leuk. Niet leuk. Ik ben ondertussen aan het koken. Ik ga weer die lekkere aardappelbroccoli taart maken. Die heb ik pas ook gemaakt. En Sarah die gaat de pasta pas dansen. Hij is gesneden uit de springvorm gekomen. Anders kreeg ik hem niet op het bord. Maar dit is zo lekker. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend. En Sarah is deze ochtend helemaal blij, want papa is er nog en die gaat meelopen naar school. Ben je nog moe? Ja, oh, net was je zo druk. Sarah is op school, Marco is aan het werk en ik ga weer editen. Inhaalslag gaat best wel goed. Dus ik hoop iets over de helft van april helemaal bij te zijn. In ieder geval... met een week achterstand weer te lopen. Dat is de bedoeling. Ik loop nu iets verder nog achter. De vlog staat te renderen, dus ik kan lekker gaan eten. Het is tussen de middag, dus ik ben weer met mijn kleine meisje. En die heeft heel goed doorgegeten, dus we gaan nog even snel een puzzeltje doen. En dan breng ik hem weer naar school toe.
En we zijn gewoon op tijd klaar om naar school te gaan, want we hebben nog een paar minuten over. Ik heb Sarah net weer naar school gebracht en ik heb zo'n mega baalmoment nu. De computer heeft 2,5 uur ruim staan renderen. En ik speel altijd mijn video's nog even af om te kijken of die goed zijn. Heeft hij hem in een heel raar bestandstype gerenderd. En ik kan hem dus niet afspelen, ik kan er helemaal niks mee. Alles nagekeken, al mijn settings staan gewoon goed. Hij staat ook echt gewoon ingesteld dat het gewoon een MP4 moet worden. Maar op de een of andere rare manier heeft hij dus niet gedaan. Ondertussen in de auto, onderweg naar de verjaardag. En ik heb een kleine dief achterin zitten. Ik vind het zo hilarisch. Het is echt mijn mini. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Ik ben mega verkouden. Ik hoop dat het daar nog wegtrekt. Ik ben er nu nog niet zo lang uit bed. Ik ga Sarah naar school brengen. En die heeft vandaag een kinderfeestje gelijk naar school. Dus die is heel de dag weg. Marco ook heel de dag werken. Dus ik ben heel erg lang alleen vandaag. Echt een enorme baalochtend. Zaterdag was ik winkelen met Sarah. En toen had ze een heel erg leuk kort broekje gezien. Maar die ging in die winkel pas vanaf 116. En die viel bij haar echt te groot. Terwijl normaal is dat in maat. Maar met korte broekjes blijft dat gewoon niet zitten. En die bestond daar dus niet kleiner. Dus 's avonds online gezocht. Heb ik dat broekje bij een andere webwinkel waar ik wel vaker heb gekocht. Gevonden. Maat 110. Nou, dat moet gewoon goed zijn met hoe die andere viel. Ik besteld, waren helemaal blij. En die zou dus gisteren binnenkomen. En toen ik in mijn brievenbus keek, vond ik een briefje dat die achter de brievenbus gezet was. We hebben een buitenbrievenbus. En volgens de app zou die ook bezorgd zijn, maar geen pakketje. Dus ik gebeld, hij is dus onbeheerd achtergelaten en mijn pakketje is weg broekje. Dus net echt, nou, ik heb ruim een uur aan de lijn gezeten. Eerst met de bezorger, daarna met de webshop. Wordt allemaal opgelost. Wel opnieuw een broekje besteld. Maar gewoon het feit dat dat hele pakketje weg is, ja, echt belachelijk. Nou, komt er dus wel een nieuwe en dan wordt er een onderzoek. Die heb ik nu wel betaald. Dat onderzoek wordt gestart en aan de hand daarvan wordt de rest dan later wel weer geregeld. En het verpand is nog, in de app, die tijd, ik was gewoon thuis. Nou, langs de kruidvat. Daar moet ik foto's even uitprinten. Die hebben ze gemaakt met het feestje. En ze hebben een lijstje allemaal geknutseld. Dus die kunnen daar gelijk in. En daarna gelijk door Sarah ophalen. Ik heb de fotootjes in de pocket. Dus even nog rijden en dan mijn kleine meisje ophalen. En we zijn weer gezellig samen. Sarah heeft er unicorn feestje gehad. Oh, mijn oogmop. En ze heeft ook slijm. Dus ze is helemaal obsessed met haar slijm. Ik ga ermee spelen, ja, een keer. Ja, je had het zo ineens in gehad, hè? Ja, maar kijk wat je ook kan doen. En ze is heel mooi gesminkt, laat je wangjes zien. Een unicorn en een hartje, nou, helemaal geweldig. Hè? En mijn lippen waren gedaan door smink. Ik ben trouwens een nieuwe serie op Netflix aan het kijken. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik kwam tegen en denk, nou, ik wil eens proberen. Heeft iemand anders nog Russian Doll gezien? Ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Het is een vrij korte serie. En in het begin had ik echt zoiets, wat is dit? Maar hoe verder ik kom, hoe leuker ik hem vind. Dus ik ben benieuwd, heb je hem ook gezien? Wat vind jij er dan van? Let me know. Goedemorgen, het is vandaag donderdagochtend. Ik heb Sarah net naar school gebracht. Het is echt zo verschrikkelijk koud vandaag. Ik zal even laten zien, dat vergeet ik elke keer wat ik aan heb. Deze leuke blouse van Typhoon. En die high-waist skinny jeans van Friends Connection en mijn zwarte laarsjes. Ik had vanochtend eerst andere schoenen aan, maar toen moest ik heel veel naar buiten om het weg te gooien. Toen dacht ik, het is te koud, dus heb ik even mijn laarsjes weer aangedaan. Even snel, want ik was echt aan het bevriezen. En even een gezond ontbijtje maken vanmiddag op een kitty. En dan gaan we een challenge opnemen, maar die is niet heel erg gezond. En we gaan eten. Dus dan vind ik het wel lekker om nu even een gezonde start van de dag te hebben. En dan zit dat er in ieder geval in. En er werd geklopt. En het pakketje is binnen. Even openmaken. Eens even kijken of ik hem zo open krijg. Nou, even iets pakken. Ik krijg hem niet open. Zo, daar ben ik weer. Half uit beeld, maar goed. Het broekje. Ze had deze dus in de winkel in de maat groter gepast, maar die was echt te wijd. En dit is een maatje kleiner van Retour Jeans.
En er zit ook een heel leuk bandje bij. Die vond ze ook helemaal leuk. Maar ik vind het echt zo verschrikkelijk schattig broekje. En zij vond hem dus ook helemaal geweldig. Dus deze laat ik even bij de passen. Hopen dat hij goed is, die maat. Als ik hem zo zie, denk ik het wel. Ik had het er ook niet verteld dat het fout was gegaan. Want we zijn natuurlijk afgelopen zaterdag geweest winkelen. En toen hebben we een pyjama gekocht voor het paasontbijt. En ik zit later te denken, ik weet eigenlijk helemaal niet wanneer het is. Ik op de schoolkalender kijken en alles. Nou, ik kon het helemaal niet vinden. En ik weet wie er in de oude raad zitten. Dus ik nog geappt naar een van die moeders. En is er geen paasontbijt? Ze hebben een vossenjacht. Ook hartstikke leuk. Maar Sarah, toen vertelde, was niet zo blij. Want die had echt zoiets, ik wil mijn paasontbijt en ik wil mijn mooie pyjama aan. Dus die heb ik heel veel moeten troosten daarom. Het was echt heel verdrietig. Ik denk, ja, als ik dan ook nog eens ga vertellen dat het broekje niet goed is gegaan, dan wordt het natuurlijk helemaal drama. Want daar zat ze ook echt naar uit te kijken dat het broekje binnen zou komen. Ik heb hem. Ben je blij? Ja. Ga je hem snel passen? Ja. Kijk hoe cool die is. Echt een stoer broekje. En deze maat zit dus wel goed. We zitten ondertussen in de auto. Kitty zit ook in de auto. En we zijn nu bij de Mac. En ik ga even een bestelling doen voor de challenge. Wat mag ik doen of mag je de bestelling? Ja, dat mag. Ik wil 5x20 kipnuggets. 5x20? Ja, 5x20. En welke sausjes wil je erbij? Zoetzuur, iedereen volgens mij. Ja, zoetzuur alles. Dat was hem zo? Ja, dat was hem. Dat mag je doorheen het eerste gedaan. Oké, dank je. Zo, we zijn ondertussen thuis en we hebben 100 kipnuggets gehaald. Nou, dan pakken we voor jou ook een sausje thuis. Ga ik wel even nakijken of ze allemaal kloppen met de aantallen. Want dat heb ik bij andere video's gezien, dat mensen het niet kloppen. Waarom hebben we dan zoveel sausjes? Gaan we erbij? Gratis. Kijk, nog meer sausjes. Zie je dat? 10, 12. Ja. Oh, hier zitten 10, 12. Nog één. 2. Ik wil er pas één gaan eten. Nee, je moet wachten. We moeten zo filmen, schat. Ik ga deze video nu stoppen en dan de challenge opnemen. Die doe ik hierna. Aan het einde van deze video ook even linken. Heb je hem niet gezien, kan je gewoon even doorklikken. De challenge staat erop en we zitten echt nog niet vol. En Sarah die zegt gewoon, oh, ik wil nog gewoon even een kipnugget. Dus die zit nu nog een kipnugget te eten. Ik ga hem niet vertellen wie er gewonnen heeft, dan is het echt een extra video kijken. We gaan dit nu even opruimen. Ik wil wel gewoon plat gaan liggen of zo met z'n drieën. Ik zit echt helemaal vol. Zullen we gewoon dat kistje hier leggen en wij samen daar? Ja, we gaan naar een filmpje kijken. Ja, ik wist dat je dat ging zeggen. Kijk, een leuke film. Weet je al wat ik film heb? Kijk, nee, dat gaan we lekker niet laten zien. Vanmiddag hebben we eigenlijk alleen maar film gekeken en daarna gezellig gegeten. Toen is Kitty weggegaan. Eigenlijk sinds Marco en Sarah aan het slapen zijn, ben ik aan het editen geweest. En ik ben echt moe en ik ga mijn bedje in. En morgen weer school voor Sarah. Die heeft koningsspelen, dus dat is heel erg leuk. Ook een ander rooster daardoor, continu rooster. Dus mijn dag is daardoor wel even iets anders qua tijden, moet ik morgen niet vergeten. Maar wel zelf de tijd beginnen. En ik ga nu lekker slapen. Zo, en we zijn weer weg bij de verjaardag. Sarah die is helemaal hyper, maar ze heeft het zo naar de zin gehad. Ook een heel leuk nieuw vriendinnetje gemaakt. Dus daar gaan we binnenkort mee afspreken, kunnen ze weer spelen. Want ze wilden niet bij elkaar weg.